Ja, wij zijn er wel gek van. Wij hebben ze ook zelf in de verhuur, deze auto's, de AKX'en. En alle klanten worden er helemaal blij van als ze met zijn auto op pad zijn. Want het is eigenlijk alles wat je nodig hebt, zit erop. En voor een hele scherpe prijs. Ja, welkom bij weer een nieuwe video van de mooiste en de beste paardenauto's natuurlijk van Nederland. Van Nederland zeg ik, gewoon van heel Europa. En we hebben er weer een paar binnengekregen en die willen jullie natuurlijk weer laten zien. Nou, wat heb ik allemaal zoal binnengekregen? Deze nieuwe MTM's, die zijn vanochtend weer gelost. Die prachtige kleur Monaco blauw, deze hiervoor. Met de nieuwe MTM automaat. We hebben nog een paar automaten. Dat wordt steeds lastiger. We zitten precies in de transitie met de nieuwe euronorm. En de CO2-uitstoot ook bij ons in de paardenauto's wordt dat steeds meer een dingetje. Maar gelukkig hebben we nog een paar automaten in productie staan en komen er ook aan. Maar het is helemaal afhankelijk van welk type en uitvoering of dat we die wel of niet kunnen leveren. Maar deze klant heeft geluk, want die kan met een prachtig mooie nieuwe automaat MTM op pad. Ik heb nog een hele mooie champagne kleur binnengekregen. Deze zijn overigens allebei al verkocht, dus die gaan we nu RDW keuren. Er moeten nog mooie velgen onder en wordt nog even een beetje gepimpt. Dat ze net even wat luxer uitgevoerd zijn. Maar dan gaan we daar klanten blij mee maken. Ik heb weer een mooie nieuwe Innovant trailer binnengekregen. Die gaat naar familie Bles toe. Van Bart Bles. Natuurlijk top springruiter. En die heeft net de tweepartsauto opgehaald. En die kon eigenlijk niet wachten. Dus die hebben we vast afgeleverd. En dan gaan we nu de trailer keuren. En hebben een prachtig setje met dubbele hengstuitvoering tussen de trailer en de auto. Nou, van de trailer hebben we al een keer een mooie video gemaakt. Die kunnen jullie in de vorige video's zien. Maar het is wel echt een hele dikke combinatie op deze manier. En we lopen even naar binnen nog, want we hebben nog meer auto's staan. Ja, dan hebben we binnen ook nog een paar mooie auto's staan. Deze groene die gaan we zo klaarmaken, die gaan we ook afleveren. Een mooie inruilauto is dat voor 7 paarden. En daar gaan we een klant blij mee maken. Dan heb ik hier nog een prachtige MTM staan. Echt, dat is wel echt weer eentje helemaal top uitgevoerd met sidebars, mooie velgen, rode remklauwen. We hebben hem helemaal gepimpt, zeg maar. En natuurlijk de nieuwe politieauto, de volgende politieauto. We hebben een hele serie die we aan het bouwen zijn. En ik moet zeggen, de eerste reacties van de politie zijn helemaal lovend. Ze zijn helemaal enthousiast. We krijgen elke keer foto's opgestuurd dat ze met de paarden onderweg zijn op klus. En ze hebben natuurlijk heel veel werk gehad de laatste tijd met alle demonstraties. Coronatoestanden natuurlijk. Dus de brede politie heeft er al goed gebruik van gemaakt. En dat is gewoon fantastisch dat de gebruiker er ook heel erg blij mee is. Want het is toch een project wat we al een tijd mee bezig zijn. En dat probeer je elke keer door te ontwikkelen. En dit is weer een nieuwe. Deze zal in Amsterdam gaan rijden. En dan gaan de politie Amsterdam daar weer gebruik van maken. En dan heb ik hier nog een nieuw concept staan. De AKX. Nou, de AKX kennen we al. Alleen deze heeft een paard meer. Dus dit is op basis van de nieuwe Mercedes Antos. Of Actros moet ik eigenlijk zeggen. Het heet een Actros tegenwoordig. Een Actros S-cabine. En die heeft geen spiegels. Hij is helemaal spiegelloos. En dat is wel gaaf, moet ik zeggen. Dat geeft een hele aparte indruk als je ermee rijdt. Maar die ga ik zo meer van laten zien, omdat het een 7-paardse uitvoering is. En die hebben we nog niet eerder gehad. Zo. Nou, daar staat hij dan, helemaal uitgeklapt. Deze opperpraktische auto. Want dat is het eigenlijk, de AKX. Hè? Er is no nonsense, geen pushpas, gewoon alle comfort die je nodig hebt. Een inrichting die eigenlijk zowel voor de dressuur als voor het springen toe te passen is. 7 paard, zoals ik al zei. Ja, weet je, ik ben er gek van. Kleur zilvergrijs, alle soorten reclame kunnen erop. Natuurlijk super praktisch, je ziet er geen krassen op. Zoals ik zei, reclame, logo, dat soort dingen, alles kan er allemaal op. En daarbij heeft hij toch alles wat je nodig hebt om internationaal meerdaags op concours te gaan. Als ik alleen even dit luik open.
komen we in de technische ruimte. Ja, daar zit gewoon alles in. Boordbatterijen, Victron omvormer. Hier kun je gewoon makkelijk een dag zonder generator zo kun je op pad. Want dat heeft deze auto niet namelijk. Die is eigenlijk in de basis alleen alle functionaliteit heeft hij. Dus geen generator, geen vloerverwarming of dat soort dingen. Gewoon een standkachel, boordbatterijen. Kan weinig aan kapot. Wel een goede grote airco zit erin met een aparte unit aan de buitenkant. Ja, weet je, het is gewoon. Als ik zie trouwens aan wie wij deze auto's verkopen, is het eigenlijk voor internationaal op concours slaapt 9 van de 10 keer de groom erin. Of met de hele familie, dat kan natuurlijk ook. Maar allemaal mensen die zeggen, ja, weet je, ik rijd onder de 3 ton. Een fantastisch mooie auto. Qua uitstraling is het natuurlijk helemaal top met die mooie gladde wanden. En alles zit erop en eraan wat ik nodig heb. Maar we gaan hem even binnen bekijken, want dat weet ik zeker dat jullie overtuigd zijn. Ja, het paardengedeelte, daar draait het natuurlijk allemaal om. En ja, dat is eigenlijk bij de STX en de AKX allemaal fantastisch. Wij werken natuurlijk zonder achterstang, dus de paarden hebben heel veel lengte. Hè. Ze staan niet met de billen op de stang, de mest blijft er niet op liggen. Wat de AKX zich onderscheidt, is dat ze dichte schotten aan de voorkant hebben. Dus dat is zeg maar aan de voorkant van waar de paarden met hoofd staan, heb je mooie hengstenschotten, waardoor ze heel ideaal staan qua comfort. Hè. Ze staan hier met elkaar te klooien. Veel licht, veel lucht. Dat is natuurlijk wat je wil. En ja, voor de rest, je hebt nog knikschotten voor de zijklep. Dus ook via de zijklep zijn de paarden te beladen. Er zit een lier in om de kast erop te trekken. Dus ja, je bent helemaal zelfsupportend met deze auto. En ja, dat onderscheidt hem ook wel een beetje, moet ik zeggen, ten opzichte van alle andere auto's die we hebben. We gaan de living even bekijken. Ja, daar zit ik dan in een mooie pop-out, want dat heeft hij ook. Dat is standaard op de AKX. Pop-out is hetzelfde, de keuken is hetzelfde, de badkamer is wat kleiner. Bed boven de badkamer, moet ik zeggen, is echt groot genoeg om nog met 2 kinderen of 1 volwassene te slapen. Je kunt natuurlijk ook nog steeds van de pop-out waar ik zit ook een bed maken. Dat is heel makkelijk door middel van de tafel te laten zakken. Doen we hier een kussen op en heb je hier alsnog een bed. Dus ja, dan kun je als het moet zeg maar met 4 volwassenen ruim slapen. Maar met de kinderen kan het zelfs nog met meer. Alles zit erop, magnetron, tv, kookplaat, koelkast. Ja, je hebt gewoon werkelijk alles wat je wil hebben. Nou, deze is natuurlijk op voorraad, hè? Die kun je gelijk rijden. Dat is het voordeel van deze auto. Maar nou, zeg je, joh, de kleur vind ik niet mooi of het interieur wil ik nog wat anders aan hebben. Dat kan allemaal. We hebben daar bij de AKX keuze uit 4 soorten qua interieurkleur. En van buiten kunnen we elke kleur maken die je mooi vindt. Maar ja, wij zijn er wel gek van. Wij hebben ze ook zelf in de verhuur, deze auto's, de AKX'en. En alle klanten worden er helemaal blij van als ze met zijn auto op pad zijn. Want het is eigenlijk alles wat je nodig hebt, zit erop. En voor een hele scherpe prijs. Heb je genoten van deze video? Laat het ons uiteraard weten in de comments of in de likes. En nou goed, zowel op Insta als op LinkedIn tegenwoordig. En op Facebook is die natuurlijk terug te kijken. Maar voornamelijk ons YouTube-kanaal. Ja, daar kun je alle video's terugkijken. En ik moet zeggen, de klanten vinden het erg praktisch, hoor ik. Dus nou, dat is fijn om te horen. We doen het ook met veel plezier. En ja, mocht je nog nieuwe ideeën hebben, dat je zegt van joh, dit wil ik graag zien of heb ik nog nooit gezien, laat het ons ook weten, want we staan overal voor open. Het weer is weer goed, we kunnen erop uit. En nou ja, op naar de volgende video.